9 start-ups die de global challenges van deze tijd aanpakken. We maken ons ontzettend zorgen om de hoeveelheden plastic afval die er worden geproduceerd. Wij zagen eigenlijk in de nieuwsberichten dat er echt een tekort is aan mensen die in de bouwsector kunnen werken. Bestaande communicatiehulpmiddelen zijn gebruiksonvriendelijk en niet flexibel. Onze droom is natuurlijk om gehoorschade de hele wereld uit te helpen. Wij zorgen dat het woningprobleem voor de jongeren wordt opgelost. 9 ideeën om Den Haag en de wereld nog mooier en beter te maken. Wat wij willen opzetten is een open plastic recyclestation. What Gen Z wants to democratize access to finance in Africa and then have an impact on the local economy. Wij hebben een schermis ontwikkeld dat 2 jaar lang scherp blijft. Een van de grote doelen is ervoor te zorgen dat de innovatie gebruikt kan worden als first line of defense tegen grote natuurrampen. Op het moment dat jij gehoorschade kan oplopen, geeft deze brace een waarschuwingssignaal via de licht- en de trillfunctie. This feeding scheme that allows us to cut down 50% of farming cycle and save up to 75% of the feeding cost. Met een boost van de gemeente Den Haag. Ja, Den Haag heeft gewoon een ontzettende start-up ondernemende sfeer gecreëerd de afgelopen tijd. Het is heel erg internationaal. All the big organizations are based here. Tegelijkertijd is Den Haag het machtscentrum van de politiek. De Rauwe Binkhorst, daar ben ik helemaal gek op. Een bruisend centrum van creativiteit en innovatie. Dus ik denk dat daardoor Den Haag wel echt de impact kan maken. Ja, en ik vraag naar het podium Erik van der Rijt van de gemeente Den Haag. Erik? Ja. Hallo. Hey. Waarom organiseert de gemeente dit? De wedstrijd Haagse Vernieuwers is onderdeel van het start-up programma Impact Economy. Dat is het start-up programma van de gemeente Den Haag. Wat is Impact Economy? Impact Economy gaat over innovatie voor een betere wereld. Okay. Het heeft dus duidelijk een doel. Ja, nee, ja. Zonder meer. Ja. Aanvankelijk zijn we begonnen 4 jaar geleden. Hebben we besloten als stad om fors te gaan investeren in een veel betere start-up infrastructuur in Den Haag. Want we hadden het idee, en dat bleek ook uit de feiten, dat we ver achterliepen op andere steden. In termen van het dynamisch vestigingsklimaat van jonge ondernemers en de millennials. Omdat het meer een bestuurde stad is dan een innovatieve stad. Ja, en een prachtig premium vestigingsklimaat waar we ook heel trots op zijn. Voor internationale organisaties, overheden en voor grote corporates. Maar voor die hele nieuwe groep, daar moesten we een inhaalslag leveren. Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan met echt forse investeringen. Wij investeren daarbij in toegang tot huisvesting, toegang tot talent, toegang tot markt. Hoe je zo'n ecosysteem opbouwt, zeg maar. Dat is geen rocket science, maar heel leuk werk. En een onderdeel daarvan is de innovatiewedstrijd Haagse Vernieuwers. Dit jaar de 5e editie, want we willen als stad ook graag gewoon de beste ideeën, de beste jonge ondernemers uitdagen om met nieuwe ideeën te komen. Want er staat hier doing good and doing business. Dat is de combinatie van je doet iets nuttigs en maatschappelijks en het is nog een goede business ook. En dat is ook het onderscheidende profiel van Den Haag. Wij hadden geen trek om zeg maar als zoveelste start-up stad Amsterdam te proberen te kopiëren. Want die zijn goed op hun eigen manier. Zeker. Wij zijn hier goed in. In Den Haag wordt al meer dan 100 jaar gewerkt aan een betere wereld. Dus wat hadden wij anders kunnen doen op het gebied van start-ups dan doing good and doing business? Dat is wat Den Haag in haar DNA heeft. Dus daar blijven we in investeren. En de kennismaking die we net in de video kregen was natuurlijk heel flitsend en heel snel. Het was voorbij elke keer voordat je het wist. Maar zeg eens iets algemeens over wat je in die inzendingen ziet. Heel divers natuurlijk. Ja, nee, zeker. Nou, ik ben al een paar jaar betrokken bij die wedstrijd ook. En waar ik erg blij mee ben, dat merkte ook andere juryleden op, is dat je ziet dat de kwaliteit echt toeneemt. Okay. In alle categorieën. Dus in die zin, dat zeg je vaker als jury, zeg maar, was het moeilijk. Maar onze teams hebben dat samen beoordeeld, dus niet alleen wij. En de scores waren dit jaar echt hoog, omdat er gewoon echt goede, strakke businessmodellen achter zitten. Dus niet alleen doing good, maar ook gewoon, het gaat ook gewoon om geld verdienen, goede business. En voor ons uiteindelijk om werkgelegenheid als stad. Wie zit er in de jury? Suzanne Huiskes. Zij is CEO van Euclid. Okay. Dat is een bedrijf, die zijn van Londen, verhuizen ze naar Den Haag. Daar zijn we heel blij mee dat ze voor Den Haag hebben gekozen. Ze zijn eigenlijk een paraplu voor alle organisaties in Europa en de EU. Door de EU gefund ook voor alle social enterprise organisaties. Okay. Dus dat is heel belangrijk. En korte anderen? Hans Drijkluft. Hij is de baas van Unique. Dat is een investeringsfonds, publiek investeringsfonds. Voor start-ups. Dus hij heeft heel veel verstand van financiering. Dus die heeft de plannen ook streng bekeken. Okay. Hey, en heb je enig zicht op wat er met de prijswinnaars van vorige jaren gebeurd is? Er zijn succesvolle bedrijven bij. Bijvoorbeeld Zeepje. Die maken van sinaasappelschillen zeep om gewoon je kleren mee te wassen. Inmiddels hebben die een grote deal met Albert Heijn. Wow. Dus nu staan ze gewoon overal in Nederland. Dus dat gaat heel goed.
Noordzeeboerderij gaat heel goed. Dat is een nieuwe manier van voedselteelt op de oceanen. Ja. Ja. Dat gaat steeds beter. Naïef, Babycare. Dat zijn echt best gerenommeerde bedrijven uit voortgekomen. Dus daar zijn we blij mee. Fantastisch. Hey, laten we gauw naar de prijzen gaan. We gaan beginnen volgens mij met de publieksprijs. Heb ik het goed? Jazeker. Is het gelukt om daar iemand aan te wijzen en een 2500 euro cheque krijgen ze er nog bij? Ja. Nee, dat is, daar hadden wij niks over te zeggen. Dus dat ging eenvoudig. Oké. Hou ons hier in spanning. Ja. Nou, voor de publieksprijs was er een duidelijke winnaar. Ook een prachtig bedrijf. Het betreft een crowdfunding platform waarbij mensen in staat gesteld worden om te investeren in MKB in Afrika. En de winnaar is Wayenzi. Wayenzi, waar zijn jullie? I was born in a small country called Burundi in East Africa, and then I came to the Netherlands in 2009 to follow my studies. I got a scholarship from the Dutch government. After my studies, I met my wife, and then that's how I moved to The Hague. Before coming to the Netherlands, I was working with different NGOs and investment funds to promote access to finance and entrepreneurship to small and medium enterprises in Africa. But what I realized is that all the big organizations and or other NGOs are working with bigger companies, but not really small entrepreneurs. So what Wayenzi is, it's a crowdfunding platform. So entrepreneurs, investors living in the Netherlands or in The Hague or in Europe can see opportunities back home so they can invest and then support the economic development of their country of origin without leaving The Hague. All those organizations that are really supporting the economic development of Africa are based in The Hague. So it's the right place really to get the right support to set up my startup. I have a strong network in The Hague, and then I think it's where I can really make things happen. So you should vote for me if you want to democratize access to finance, to help small and medium enterprises in Africa to grow and then increase the economic prosperity. Congratulations. En we gaan snel door naar de studentenprijs. Heb ik dat goed? Jazeker. Ga je gang. Studentenprijs, dat is de winnaar is een combinatie van eigenlijk prachtige dromers over een heel actueel impactprobleem, namelijk single-use plastic. Alleen dat dromen koppelen ze volgens ons ook aan gewoon een hele concrete goede oplossing. En de winnaar is Sustainablade. Ja, wij maken ons ontzettend zorgen om de hoeveelheden plastic afval die er wordt geproduceerd. We hebben zo'n gedrag van één keer gebruiken en weggooien, ook in de personal care industrie. En daarom hebben wij een scheermes ontwikkeld dat 2 jaar lang scherp blijft. Het werkt als volgt. We hebben een kop van een bepaalde soort keramiek en die blijft 2 jaar lang scherp. In tegenstelling tot de huidige wegwerpscheermesjes van stainless steel die worden ontzettend snel bot. Want dat is eigenlijk het verdienmodel van alle bedrijven in de scheerindustrie. Het handvat wordt handgemaakt van hout. Dat maken wij zelf van resthout van meubelmakers. En dat behandelen we met een olie zodat het waterproof is voor de badkamer. Den Haag is een stad waar ontzettend veel innovatie gaande is. En daarom denken we dat we perfect erin zouden passen. Als we ervan uitgaan dat bijvoorbeeld 20% zou scheren met wegwerpscheermessen. En die zouden ons product gaan gebruiken. Dan kunnen we in 2 jaar 2,5 miljoen plastic scheermessen voorkomen in het afval. Je moet op ons stemmen omdat wij een echte impact hebben op het persoonlijke leven van mensen. We hebben een impact op de hoeveelheid plastic afval die er wordt geproduceerd. En we denken dat we een verandering kunnen teweegbrengen in de personal care industrie. Door te bewijzen dat je producten kan hebben die en duurzaam zijn, maar ook comfortabel en mooi. Mooi product. Dan hebben we 2 starterprijzen. Zometeen de starterprijs en nu de pre-starterprijs. Leg even uit wat het verschil is. De pre-startup die heeft al een goed idee, maar nog niet een uitgewerkt product. Okay. En de startup die is al in de proof of concept fase zeg maar, verder. En die zijn klaar, of zijn al, hebben de markt al betreden of zijn er klaar voor. We gaan de pre-startup prijs eerst doen volgens mij. Ja, zeker. Het biedt altijd het nodige vertrouwen als zowel een breed publiek als de jury unaniem zijn over de winnaar. En dat is in dit geval het geval, want de pre-startup prijs is gewonnen door Wayenzi. Oh! Great, terrific. Are you gonna go for a third prize as well, or? Okay. We gaan de film niet nog een keer. Nee, daar gaan we niet. En dan de start-up prijs.
Ja, dat is de hoofdmaaltijd, zeg maar, ja. Zo gezegd. Hoogste prijs ook, hè? 25.000 euro, niet mis. Ja, nou ja, deze eigenlijk al door het businessplan. Het businessplan van deze winnaar zit echt supergoed in elkaar, ook in commerciële termen. Daarnaast wordt er een echt impactprobleem, een global challenge aangepakt rond het voedselvraagstuk. En we moeten zeggen dat tijdens de pitch zijn we vervolgens helemaal definitief omvergeblazen, zeg maar, door deze winnares. Nou, door gewoon de pitch was perfect inhoudelijk en daarnaast een enorme mate van enthousiasme en energie. Okay. Waardoor we gewoon eigenlijk dachten dat er niemand anders zou kunnen winnen. Of in ieder geval de verdiende winnaar is Cricket One. Cricket One. We produce a classic protein for a modern world at the affordable price and stable supply. Let me walk you through our innovation that allow us to do so. Firstly is our intensive breeding unit. Vertical farming controlled by IoT system with the traceability functionality. This system produces exactly the same amounts at 100 square meters to the traditional farm. Furthermore, in terms of feeding, we are able to specialize a diet for the cricket, 100% plant-based from the local agricultural byproduct. This feeding scheme that allows us to cut down 50% of farming cycle and save up to 75% of the feeding costs. We work with the local farmers, we work with them, invest in them and train them how to farm the cricket. We provide the facility for free to them and at the end of the day we cover all of the output and process into the finished powder. We are an ingredient supplier. We are standing here in our new factory, 45 metric tons capacity. In this factory, we are producing protein powder 65%, concentrate 75% protein, and a soluble protein powder. We are launching the new product like refined cricket oil and a single amino acid extraction. I hope this video gives you an overview about Cricket One and our aim in the future. And really hope to have your support so we can win the The Hague Innovator Challenge. Even een fotomomentje van de winnaars. Wow! Gefeliciteerd. Zullen we nog even bijkomen? Ja, voor de laatste foto. Hebben jullie de prijs mooi? De microfoon staat ernaar, ook al. You have only two hands, right? Yeah. Mooi. Gefeliciteerd, dames allemaal. Congratulations and good luck. Hey, we gaan het volgend jaar weer doen, Erik? Ja, zonder meer. Okay. Dat levert prachtige oplossingen op en mooie bedrijven, dus daar gaan we mee doen. Ja, ja. En is het binnen een ambtelijk apparaat van de gemeente, is iedereen daar enthousiast voor dit soort initiatieven? Ja, inmiddels wel. De geesten zijn rijp. En, okay. Dus ja, iedereen ziet het effect ook, dus ja. Daar hoeven we geen barrières meer te overwinnen. Zie je volgend jaar wellicht. Zeker. Dank je zeer. Dank je. Erik, dames en heren, van de gemeente Den Haag.